Een productieve sterrenkundige van Sterrenkundig Instituut Astron wordt gevraagd om de boekhouding en het roosteren te doen van de waarnemingen van de Westerbork radiotelescoop. In hetzelfde gesprek stelt het hoofd van het radioobservatorium dat hem een vaste aanstelling in het verschiet ligt. De sterrenkundige doet zijn werk uitmuntend. En dan, op een dag, stapt het hoofd van het radioobservatorium zijn kantoor binnen met de melding dat hij een probleem heeft. Hij vertelt hem dat er een audit gaat komen naar de financiën van het observatorium, dat hij in zijn aanvraag voor subsidie passieve uren van de Westerbork-telescoop heeft geteld als gebruikersuren. Hij verzoekt de sterrenkundige om de administratie van zijn voorganger aan te passen. De sterrenkundige weigert. Op de dag van de audit wordt hij ondervraagd door twee Vlaamse heren. Hij toont het originele document en vertelt exact wat alle cijfers betekenen. Maanden later informeert hij naar zijn vaste aanstelling en krijgt te horen dat er geen geld beschikbaar is. Dit is een pagina van het document waar het over ging. Ik weet niet wat er uit de audit gekomen is. Ik weet niet of er sprake was van fraude of een eerlijke vergissing. Ik weet wel dat ik destijds alle taken deed als support scientist van de Westerbork radiotelescoop. Ik kende alle aspecten van de telescoop, zowel hardware als software. Ik deed waarnemingen van andere gebruikers, ik hielp ze met alle vragen, deed de administratie en ik hielp bij de beoordeling van de wetenschapsvoorstellen. Naast alle sterrenkundig onderzoek dat ik deed, was ik dé Westerbork-expert en iedereen was lovend over mijn onuitputtelijke inzet. Dus waarom kreeg ik dan geen vaste aanstelling? Er was geen geld. De sterrenkundige wereld is gevuld met prachtige mensen. Het is een voorrecht om met deze mensen te mogen samenwerken. Maar de sterrenkundige gemeenschap kent een keerzijde waar niemand over praat. Politieke belangen worden vaak boven het belang van goed onderzoek gesteld. Er is een overdaad aan alcoholconsumptie betaald door de belastingbetaler. Sterrenkundigen willen graag luxe en dure laptops. Projecten vallen altijd duurder uit dan begroot, resultaten komen altijd veel later dan beloofd, of helemaal niet. Sterrenkundigen werken niet efficiënt samen. Er is wantrouwen en kennis wordt maar beperkt gedeeld. Studenten worden vaak in het diepe gegooid zonder de benodigde begeleiding. Er zijn veel burn-out klachten, vooral onder de jonge vrouwelijke sterrenkundigen. En er vinden MeToo-incidenten plaats. Eerder dit jaar stelde ik in een video dat ik ga vertellen over de keerzijde van sterrenkunde. Binnen 2 dagen liet de Astron-directie weten dat ze juridische stappen tegen mij overwegen om mij stil te houden. Het is niet de eerste keer dat Astron dreigt met juridische stappen tegen mij. Eerder waren ze bang dat ik een boekje open zou doen over Astron in mijn boek Telescopen en Tijdmachines. Waar is Astron zo bang voor? In 2018 heeft het instituut Astron te maken gehad met een MeToo-incident door een van hun stafleden. Dat incident is afgesloten. Maar het is wel van belang om te weten wat Astron doet om grensoverschrijdend gedrag door hun medewerkers te voorkomen. Wat heeft de Astron-directie geleerd van het incident? Wat doen ze om hun werknemers en bezoekers een veilige omgeving te garanderen? Sterrenkundig Instituut Astron heeft een gedragscode opgesteld. De Dwingelo Code of Conduct. Maar wat doet Astron met een melding van grensoverschrijdend gedrag? Mijn persoonlijke ervaring is niet zo positief. Vlak na het MeToo-incident kreeg de Astron-directie een melding van verbaal geweld tegen een vrouw die werkzaamheden verrichtte ten behoeve van de Dwingelo radiotelescoop,
de vrouw klaagde over seksisme. De klacht kwam terecht bij de instituutmanager van Astron, de heer Gert Kruithof. Hij weigerde om met haar in gesprek te treden. Haar klacht werd genegeerd. Ook ik heb verschillende keren melding gemaakt bij de heer Kruithof over incidenten waarbij de dwingeloos gedragscode geschonden werd. De heer Kruithof stelde dat ik zelf maar onderzoek moest doen. Maar hij deed helemaal niet met mijn bevindingen. De dwingeloos gedragscode werd jarenlang geschonden zonder enige consequenties. Omdat de heer Gert Kruithof niets deed, besloot een vrouwelijk slachtoffer om een advocaat een brief op te laten stellen waarin ze alle partijen oproept tot een dialoog. Pas dan grijpt Gert in. Hij schrijft een brief waarin hij zijn zorgen uit over de situatie. Echter uit hij geen enkele zorgen over de slachtoffers. Met dreigende woorden roept Gert de partijen op om imagoschade aan Astron te voorkomen. Dit is niet een probleem van een enkele manager. Ik maak het afgelopen jaar een privé videoboodschap voor de interim directeur van Astron, Marco de Vos. Daarin deed ik mijn beklag over de heer Kruithof en zet ik uiteen wat er zoal was voorgevallen. Ik vertelde over de schendingen van de gedragscode, het feit dat de heer Kruithof weigert de gedragscode te handhaven en hoe hij met intimidatie poogt de gebeurtenissen in de doofpot te houden. Ik riep Marco op om in gesprek te treden met de slachtoffers. De video werd maar liefst 3 keer bekeken. Maar ik kreeg geen reactie. Ik stuurde herhaaldelijke e-mails ter herinnering, maar Marco de Vos weigerde om mijn klacht in behandeling te nemen. Marco de Vos weigerde om zelfs maar in gesprek te treden. Vlak na mijn vertrouwelijke klacht over de heer Kruithof schreef deze man een tekst met erin een negatief en onjuist verhaal over mij. Deze tekst werd gebruikt in een rechtszaak waarin ik het voor elkaar probeerde krijgen dat ik vrij kan praten over de incidenten die aan dit verhaal voorafgingen. Mijn intenties voor publicatie werden op deze manier in een negatief daglicht gesteld. En succesvol! Het gerechtshof van Assen oordeelde in eerste aanleg dat ik teksten over de inhoud van deze incidenten niet mag publiceren. De heer Kruithof deed exact hetzelfde in een vergelijkbare rechtszaak met die andere persoon die ook de waarheid boven tafel wil. En dat is toch wel opvallend. Eerder nog had Gert ons verzoek om te getuigen over de werkelijke gebeurtenissen afgewezen. Hij schreef onironisch: het is mijn wens om neutraal te blijven. Beste Gert, neutraal blijven betekent dat je de waarheid vertelt. Het opzettelijk achterhouden van de waarheid is het tegenovergestelde van neutraal zijn. En je vervolgens toch bemoeien met rechtszaken louter om de tegenpartij te helpen, dat noemen we hypocrisie. Begin dit jaar vertelde ik in een video, waarheidsgetrouw, hoe een deurwaarder naar mijn deur werd gestuurd met valse aantijgingen. Naar mijn weerwoord weigerde de deurwaarder om dit exploot nog langer door te zetten. In mijn video riep ik op om de valse aantijgingen en de juridische dreigementen te staken. Astron en die ene stichting reageerden in een nieuwsbrief. Hierin stelt Marco de Vos namens de Astron-directie ten onrechte dat ik met die video in strijd zou handelen met het rechtelijk vonnis. Dat is larikoek. Nadat hij eerst weigerde
om met mij in gesprek te treden, dreigt Marco de Vos nu publiekelijk met juridische stappen om mij te laten zwijgen. Het bleef niet bij een nieuwsbrief. Ik heb inmiddels de brief van de advocaat ontvangen waarin ik word opgedragen om mijn video te verwijderen. Ditmaal niet via deurwaarde, maar via aangetekende post. Was er misschien een probleem met de deurwaarde? De advocaat raakt mij bovendien op om binnen 2 dagen 5000 euro over te maken op de derde geldrekening van hun kantoor. Maar dat is niet het ergste. Die nieuwsbrief van Marco de Vos bouwt op een negatief sentiment dat rond mij gecreëerd is. Ik ben reeds eerder bedreigd met fysiek geweld vanwege dit negatieve sentiment. En nu opnieuw. Ditmaal per e-mail. Ik heb deze bedreiging gemeld bij de politie. Maar die kunnen niets doen. De Aston-directie kan hier wel iets tegen doen. Zij kunnen rectificatie sturen over wat zij in die nieuwsbrief ten onrechte over mij vertellen. Zij kunnen publiekelijk afstand nemen van de juridische dreigementen en openlijk zeggen dat ik als Nederlands burger en wetenschapscommunicator de waarheid moet kunnen vertellen over Astron, over de Dwingelo-telescoop, over de cultuur in sterrenkundig Nederland, zonder angst voor juridische vervolging of fysiek geweld. Ik heb opnieuw een vriendelijk antwoord gestuurd naar de aantijgingen van deze advocaat. Daarom roep ik op om nu eindelijk een open dialoog te beginnen tussen alle betrokken partijen. Om mijn veiligheid terug te krijgen en om dit conflict te beëindigen, stel ik voor om alsnog in gesprek te treden en volledige openheid te geven over de gebeurtenissen. Inmiddels zijn er meer dan 6 weken verstreken en hoor ik helemaal niets meer van deze advocaat. Vrouwen hebben het zwaar in wetenschappelijk Nederland. Op 11 februari was het de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Die dag stond er op nu.nl een interview met hoogleraar Hanneke Takkenberg en universitair docent Ruud van Velen. Daarin wezen zij de cultuur aan als belangrijkste oorzaak. Zij stellen sceptisch te zijn over de kans dat de vrouwelijke studenten en promovendi van nu op den duur doorstromen naar hoogleraarsposities. Takkenberg zegt dat het belangrijk is dat de wetenschap een sociaal veiligere werkomgeving wordt. Vrouwen hebben toch nog steeds meer last van ongewenst gedrag dan mannen. Het helpt niet dat mensen zoals Marco de Vos openlijk dreigen met juridische stappen tegen de personen die juist dit soort onderwerpen binnen de sterrenkunde aan de kaak willen stellen. Hij geeft hiermee een helder signaal af naar iedereen die te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Hij ziet wel of hij überhaupt de moeite neemt om jouw klacht te beantwoorden. En mocht je publiekelijk klagen over Astron, dan sleept hij je voor de rechter. Bravo Astron! Sterrenkundig Nederland doet het graag voorkomen alsof er bescherming is voor personen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. De Dwingelo gedragscode is daar een voorbeeld van, maar is in werkelijkheid niets waard als deze niet gehandhaafd wordt. Er is een landelijke commissie van sterrenkundigen waar je dit soort zaken kunt melden, maar die zegt dat dit hun probleem niet is. En dan is er NWO. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. NWO krijgt jaarlijks 1 miljard euro om te spenderen aan onderzoek. Astron is onderdeel van NWO. En NWO heeft een meldpunt voor klachten over medewerkers. Ik schrijf een uitgebreid verhaal over het handelen van de Astron-directie met het verzoek om dit te onderzoeken. Ik krijg te horen dat mijn klacht niet eens in behandeling wordt genomen. In plaats van mij in gesprek te gaan, heeft de voorzitter van NWO, de heer Marcel Levy, direct contact gezocht met de Astron-directie en hun mijn klacht met naam en al voorgelegd. De heer Levy weigert te vertellen met wie hij binnen Astron gesproken heeft en wat er gezegd is. Hij weigert om met mij in gesprek te gaan en hij weigert zelfs mijn aanbod om hem relevante documenten toe te sturen. Hij stelt
dat een rechter reeds geoordeeld heeft over het handelen van de Astron-directie. Dit is het verweer van Astron. Er is een rechtszaak geweest in het nadeel van de heer Smits, dat dient overigens een hoger beroep, en dus dient alles wat de heer Smits stelt verworpen te worden. Ik heb de heer Levy uitgelegd dat die rechtszaak helemaal niet over de Astron-directie gaat. Maar de voorzitter van NWO, waar Astron een onderdeel van is, blijft weigeren om mijn klacht in behandeling te nemen. Nu blijkt waarom Astron erbij gebaat is dat ik en die andere persoon onze rechtszaken verliezen. Zodat zij met een drogredenering kunnen doen alsof hun niets te verwijten valt in een poging hun eigen imago veilig te stellen. Op deze manier verandert er helemaal niets. Het doel van mijn video's is om te laten zien wat voor prachtige ontdekkingen sterrenkundigen voor ons doen. Ik wil laten zien dat er wel degelijk eerlijke sterrenkundigen zijn met een focus op wetenschap in plaats van politiek, die openheid willen naar het algemene publiek. Maar ik wil ook laten zien dat Sterrenkundig Nederland een cultuurprobleem heeft, waardoor dit soort wetenschappers worden tegengewerkt. Met name vrouwen worden het hierdoor moeilijk gemaakt om de top te bereiken. De eerlijke sterrenkundige wordt gestraft, terwijl de andere soort wordt gepromoveerd tot management. De oplossing is dat er eens geluisterd gaat worden naar personen die dit proberen aan te kaarten, in plaats van dat men de doofpot met alle middelen probeert dicht te houden.